allemaal, ik heb vandaag een vakantieshoplog voor jullie. Ik was in Frankrijk en ik heb daar eigenlijk elke dag gevlogd. Dus daar staan of komen weekvlogs van online. En ik heb wel wat leuke dingetjes om aan jullie te laten zien. En niet iedereen houdt van shoplogs, maar heel veel toch wel. Dus ik ga gewoon alles lekker aan jullie laten zien. En als je mijn vlogs kijkt, dan kan je het al in de vlogs ook zien. Maar ik vond het wel leuk om toch eventjes zo nog te gaan zitten. Ik hoor een kind. Ik ga er gewoon een beetje random doorheen. Het eerste is dit. En dit heb ik gekocht in de Carrefour. Dat is namelijk van Embryolisse. En de crème van Embryolisse, dat is echt mijn favoriete crème. Die heb ik op cursus gekregen van FS Agency, geloof ik. En nu al 2 keer. En ik kan natuurlijk niet blijven vragen van, hey, mag ik die crème weer? Dus ik dacht, volgens mij heb je die in Frankrijk. En daar was het dus inderdaad goedkoper. Want het is daar iets van 11,80 geloof ik. En het was nu ook nog eens in de korting, waardoor ik er 9,80 of zo voor betaalde. Dat is deze crème en de kisseur erbij. Dus ik heb er 3 gekocht. En ik ga er verder niet te lang op in. Maar dit is gewoon de Le Crème Concentré. En daar ben ik gewoon helemaal blij mee. En ik dacht, laat ik dan ook eventjes om te proberen de verdunde versie proberen. Want soms heb ik echt de behoefte om het ook op mijn handen of mijn lichaam te doen. En dan denk ik, ja, dat is zonde pas op kleine tube. Dus ik heb nu deze. En dit is eigenlijk een verdunde Le Crème Concentré. Dus dit is een Le Crème Fluide. En die was dan 15 en nu 13 geloof ik. En er zit echt veel meer in, maar het is wel echt dunner. Maar het is lekker voor in de ochtend of als je gewoon even tussendoor wilt smeren of zo, is dit gewoon heel erg fijn. Dus dat kocht ik in zo'n drogisterijtje dat in de Carrefour zit. Dus niet buiten de Carrefour, echt erin. Maar het is wel een apart winkeltje, je moet er ook los afrekenen. Dan heb ik ook dingen van Sephora, die wacht ik nog even mee. Ik heb ook een paar echt super random dingen hoor. Ik heb gewoon een... Oh, dit is wel heel jammer. Dit is echt een faal. Ik kocht dit blik bij de Aldi. Omdat ik het blik heel leuk vond voor in mijn toekomstige klas. Ik dacht dat het leuk om dingetjes in te doen. En het was 4 euro en zit ook hoekjes in. Maar hij is dus gebogen. Door reizen denk ik. Dus dat is wel heel erg jammer. Ik heb Carambar. Het lekkerste ooit. Like en comment als je het kent. Laat het me weten. Het is zo lekker. Hier heb ik 2 zakken van meegenomen. Dan kocht ik ook, want ik ben al heel lang weer op zoek naar mini marshmallows. En die kan ik bijna nergens meer vinden. En ik zag deze in de Carrefour. Dus die heb ik meegenomen. En we hebben trouwens ook heel veel spullen gekocht voor een proefvideo die we nog moeten opnemen. Maar die komt dus ook online. En dan heb ik allemaal leuke douchegels van het merk Dop. En dat kost 2,10 euro. Nee, 2,21 euro. En dat zijn allemaal douchegels met speciale geurtjes. Deze vond ik niet zozeer de allerlekkerste, maar ik moest hem ook gewoon hebben. En dit is tartatin. Zo'n omgekeerde appeltaart met karamelsaus. En het ruikt daar gewoon naar. Deze douchegels zijn bizar. Niet normaal. Dan heb ik ook... Deze is echt de beste. Daar heb ik er nu ook meerdere van gekocht. Ook bijvoorbeeld om cadeau te geven. En niet omdat het duur is, maar het is gewoon... Ik bedoel, het is heel goedkoop, maar het is zo chill. Dit citroentaart, die ruikt echt naar citroentaart. Ruben is er ook helemaal fan van. Dan deze, die ruikt naar cola snoepjes. En ik vind het niet altijd lekker, maar soms wel. Het ruikt echt naar cola snoepjes. En deze ruikt naar Haribo Dragibus snoepjes. Superleuk. En ze hadden ook nog... Oh, ik heb er nog één. Ja, ik heb ook nog pistache. Deze ruikt echt naar pistache ijs. Die vind ik ook heel lekker. En de ene komt van de Carrefour in ons plaatje. En de andere komt van de Intermarché. De andere komt van de Monoprix, geloof ik. Ik heb een beetje overal gezocht. Ja, ze hadden ook nog notenijs en nog iets meer. En karamel. Maar die heb ik niet gekocht. En dan heb ik ook nog deze. En die deed me zo erg denken aan de Lush Shower Jelly in die gele kleur. En die van ons is op. Dus ik dacht, hiermee ga ik zelf een Lush Shower Jelly maken. En hetzelfde geldt voor... Deze, want hier zitten dus ook glittertjes in. En zelf een shower journey maken met glitters vind ik heel moeilijk. Dus daar ga ik ook deze voor gebruiken. Deze ruikt naar suikerspin. Deze kostte maar 1,10 of zo, of 1,20. Hier heb ik er 3 van gekocht. Dus Barba Papa. En dan heb ik ook nog 4 kleding items. Met deze 2 heb ik een outfit op Instagram ook geplaatst. Dit rokje heb ik 4 euro voor betaald in de sale in Annecy bij de H&M. Zo leuk. Er was iets fout gegaan volgens mij. Volgens mij hoorde die niet 4 euro te kosten, maar ik heb er 4 euro voor betaald. Dit spijkerrokje en daar zat ook een hele leuke foto, vind ik zelf echt mijn leukste Instagram foto ooit. Met dat rokje en dit shirt. Deze had ik eerder al in Nederland gezien en volgens mij loopt H&M Frankrijk een beetje achter, want ik zag dingen die wij al een tijdje niet meer volgens mij in de winkel hebben liggen. En hij is best wel groot, maar dat was de enige die ze hadden. En groot, oh dat is helemaal een knoop. Groot maakt voor mij niet uit. Ik ben ook groot, maar ook als het wijd valt dan. Ik deed dit zeg maar in mijn rokje en dat is dit shirt.
En ik kreeg best wel veel complimentjes over. Op Instagram leek ik wat minder roze, omdat ik een filter had gebruikt. Maar dit roze shirt heb ik ook 4 euro voor betaald. En dit rokje, en ik dacht al, gaat het geen miskoop worden? Deze was ook maar 4 euro. Hij zit dus niet zo lekker, dat is dit rokje. Op zich stond hij wel leuk. Maar je moet echt een langer shirtje om, omdat deze band gewoon echt niet lekker zit. Dus dat is dit hele leuke rokje. En dan ook nog bij de Zara. Ik moest gewoon iets kopen. Dit is zo stom, wie herkent dat? Dus heb ik dus deze body gekocht zonder te passen. Hij was eerst 16 en nu 4 en ik vond hem wel gewoon heel erg mooi. Ik heb hem nog steeds niet gepast. Hij lijkt me heel klein, maar het zit heel gek. Maar dat is deze body. Ineens ben ik heel licht. En ik vind hem wel heel erg sexy. Nu ben ik weer heel donker. Top. Oké, dat waren de kledingitems. Dan de Sephora. Dat vinden jullie denk ik allemaal het leukst. Ik ben 3 keer naar Sephora geweest. Ik heb geen make-up gekocht volgens mij. Ik had make-up ook van Sephora eigen merk. Hele mooie highlighters. Ik heb het allemaal teruggelegd. Want ik wilde gewoon niet veel geld uitgeven. Make-up is niet meer helemaal mijn ding. Ik heb nu zoveel make-up. Dat ik kan eigenlijk helemaal wil stoppen met nieuwe dingen kopen. En proberen. Behalve of ik misschien toegestuurd krijg. Maar goed. Oh ja, dit is dan een cadeautje voor mijn nichtje Susanna. Hier zitten 2 van die douchegels in. Met citroentart en tragibus. En een lipmasker. En die heb ik... Deze heb ik 2 keer gekocht. En nog een ander lipmasker heb ik 2 keer gekocht. En dan 2 voor mezelf. 1 voor Susanna en 1 voor een Instagram winactie. Want ik wil binnenkort wat winacties gaan doen op Instagram. Dit is een roze lipmasker. Moisturizing en softening. En deze kostte 2,95? 2,50. Ik geloof 2,50. Nog eentje van die. En dan dus... Deze ook. En deze is Protecting and Repairing. En dan die Protecting and Repairing komt ook op Instagram als winactie. En dan deze maskertjes, die zijn €3,95. Dan heb ik het Purifying and Detoxing masker. Het was echt stom, maar ik wilde het liefst alleen maar roze maskers kopen. Omdat ik die er zo leuk uit vond zien. Ik vind deze er dus niet zo leuk uitzien. Maar die is wel goed voor mijn huid. En Perfecting and Brightening. Ze hadden ook nog oogmaskers en zo, maar ik vond het allemaal een beetje oplopen als je dit allemaal ging kopen. Deze vind ik er heel mooi uitzien. En dan heb ik ook nog, oh ja, bij de Monoprix had ik nog deze gekocht. Als je mijn snap en vlogs een beetje kijkt, dan weet je dat ik er helemaal fan van ben. Ik kreeg deze een keer bij een mooi event, mooi PR event. Dit is zo'n face mask, maar deze ruikt naar honing. En ik ben het, ik ben heel zuinig op die van mij. Deze zijn in Nederland volgens mij 6 en hier waren ze 4, dus ik heb er meteen nog eentje gehaald. En die andere 2 geuren vind ik niet zo lekker. Dan kreeg ik een, dit. Tasje. Ik vind dat hoeft dat zelf niet. Misschien geef daar doe ik denk ik een keer een actie in of zo. Ik hoef dat tasje niet, dat is van Sephora. Oh ja, nu met 3 duurste Sephora aankopen. Echt valt toch wel mee hoeveel spullen ik heb. Als eerste, ik ben echt fan van de Tangle teaser. Ik heb al sinds mijn 15e geloof ik een roze, die heb ik nog steeds. En die gaat altijd los mee in mijn tas. Dus ik wil heel lang die Tangle teaser die zo'n dekseltje erop heeft. Maar ik koop het eigenlijk nooit. En ik zag deze en hij is heel duur, hij is 16 euro maar... Ik stond met mijn winkelmandje en toen ik ga hem nu ook openmaken. Toen dacht ik, oké, kies gewoon wat je echt graag wil. Wil je die make-up of wil je gewoon heel erg graag deze haarborstel? En ook omdat ik straks dan 5 dagen in de week voor de klas sta. En ik borst altijd een paar keer per dag mijn haar. Behalve als ik het zoals nu gewoon in een chille knot heb. Ik moet het borstelen. Toen dacht ik, ja, dan is het toch heel erg fijn als ik gewoon een tasborstel heb. Die echt bedoeld is voor je tas. En deze kleuren, ik vind het zo geweldig. Color block. Lekker kinderachtig. Love it. Zo leuk. Hij is wat kleiner. Dus dit is hem. Ook gewoon 4 kleuren. Ik ben helemaal verliefd. En ik heb deze ook nog nooit gezien. Dus hij was wel prijzig, maar ik ben heel... Ken je dat? Dat je anders thuis zit en dan zou je denken... Had ik hem maar gekocht? Hier ben ik zo blij mee. En nu kan ik hem ook echt in mijn tas gaan doen. En nog iets waar ik heel blij mee ben. Dit is een masker. Ik heb het niet gekocht omdat het masker zo goed is. Dat weet ik namelijk niet. Maar deze geur, mijn lievelingsgeur, heb ik al vaker gezegd. Ik praat heel snel. Is watermeloen. Watermeloen. 1% batterij. Oh, 16. Watermeloen is echt mijn lievelingsgeur. En ik zag dit masker. En dit was volgens mij 12 euro. Ik zou dit normaal niet kopen. Ik vind dat duur voor een masker. Dat misschien niet eens goed is. Maar dit was weer iets dat ik echt terugging voor dit. Omdat het ging maar niet uit mijn hoofd. Ik moest het gewoon hebben. Dus ik heb inderdaad dus alle make-up uit mijn mandje gehaald. En hiervoor gekozen. En dit is dus een Soothing Watermelon Mask. Het komt uit Amsterdam.
Oké, dit komt uit Amsterdam. Nee, made in Korea. Maar het komt uit Amsterdam. Dit komt uit Korea, toen naar Amsterdam en toen naar Frankrijk. Oké, heel logisch. Misschien kan ik het dus al in Nederland voor minder krijgen. Ik word gewoon zo blij dat ik dit op mijn gezicht heb. Dit is de beste watermeloen. Dit is zeg maar als je die watermeloenkauwgomballen... Oeh, het is best wel dunnig. Watermeloenkauwgomballen eet. En net de eerste... Oeh, nee. Zonde. Oh, het is een raar spul. Zo, dit is de beste watermeloen ooit. Of als je watermeloen ijs hebt, zeg maar bij een goede ijssalon. Dus, ja, het zit jammer. Oh, het is heel dun. Een soort jelly. Daarom is het misschien ook koeling. Het is lekker als je in de koelkast hebt misschien. Nou ja, ik ben er gewoon ook heel blij mee. Anders was het hele tijd in mijn hoofd gebleven. En als laatste heb ik deze. En dit is een mini versie. Maar de grote versie was het dubbele formaat. Dus het was maar de helft qua inhoud. Vaak zijn minis echt een zevende of zo. Dit was de helft, dus vond ik prima. Premium Hot and Cool Pore Pack Duo. Clarify Pores and Refine Complexion. Dit is dus een duo. Ik vond het echt wel super leuk uitzien. Een duo setje. En het ene steaming pack of zo. Volgens mij haalt dat je borrel je open. Oh, het heet. Oh, dat vind ik zo leuk. Het wordt dus warm en dan ga je borrel dus open zonder dat je water nodig hebt. En dat andere is... Titan pores. Dus ik denk dat ik dit ga doen. Dan een neusstrip en dan die. Je had nog twee varianten. Maar ik vond deze er het leukst uitzien. Dus hier ben ik ook echt heel benieuwd naar. Oké, mijn batterij is leeg. Dus ik ga hem niet meer openmaken. Maar dit ga ik sowieso op Snapchat of in een vlog of op Instastory testen. Oké, dit was het. Nee! Oké, ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je nieuw was. Hopelijk tot zaterdag om 9 uur met een nieuwe video. Wat rijdt het uit. Bedankt voor het kijken. Misschien tussendoor nog met een extra video. Bedankt voor het kijken. Doei!